netjes. En heel, alsjeblieft. En al, 1, 2. En dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve Gerritje. Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve meid. En wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje? En wie zal dat betalen, zoete lieve meid? De eerste voor de beste, zoete lieve Gerritje. De eerste voor de beste, zoete lieve meid. Wat zullen we daar drinken, zoete lieve Gerritje? Wat zullen we daar drinken, zoete lieve meid? Kom de pijn met suiker, zoete lieve vadertje, kom de pijn met suiker. Lieve vadertje Langbeen, ik ben zo één met mijn werk. Klaar gekomen en denk nou een beetje aan je. Dat is moeilijk. Want ik weet nog maar steeds niet hoe je eruit ziet. Ik stel me je ongeveer zo voor. Je hebt het natuurlijk verschrikkelijk druk. Maar zou je niet je secretaris een telegrammetje kunnen laten sturen? De heer Smit is volkomen kaal. Of de heer Smit is niet kaal. Of de heer Smit heeft een witte kuif. De kosten van het telegram kun je van mijn zakgeld afhouden. Met veel liefst je dankbare en gelukkige Judy. Nou, hoe vindt u dat nou? Wel grappig. Vindt u dat grappig? Nou, kijkt u die tekening eens aan. Geen haar op een hoofd en zulke lange benen. Ja, ze denkt nou eenmaal dat u heel oud bent. Ik ben niet oud en voor niet voor een vernauwd mannetje door te laten. Nou, ik beloof u dat ik met haar spreken zal. Ze moest ook eigenlijk een beetje meer respect hebben. Waarom? Ik wil geen respect. Oh, u bedoelt... Ja, dat bedoel ik. Ze moet precies wat ze is. U hebt er dus geen spijt van dat u iets voor haar gedaan hebt? Spijt? Maar waarom van Van Dedem? Haar brieven alleen zijn al het geld waard dat ik aan haar besteed. Zo origineel zijn ze. Kijk. Ik bewaar ze allemaal. En beantwoordt u ze ook? Nee, dat hadden we toch afgesproken. Maar ik heb een heel ander idee. Ik wil haar eens persoonlijk leren kennen. Dat doet me genoeg. Alleen, hoe doe ik dat ongemerkt? Dat lijkt me nogal gemakkelijk. Zoals u wenste, heb ik haar naar hetzelfde pension gebracht waar nichtje Doris woont. Ja. U gaat daar eenvoudig op zoeken. Nee, dat zou toch opvallend zijn. Ik heb er nooit iets van dat dichtje aangetrokken. Ja, dat is zo. Wacht eens. Over een paar weken komt de moeder van Doris uit Indië terug. Dan ga ik eens met haar mee. Prachtig. En ik ben daar dan toevallig ook. Dat zal me waar genoegen zijn, maar... Natuurlijk houd ik mij in onze afspraak. Binnen. Ach, mevrouw Van Deden, wat aardig dat u eens aangekomen bent. Wat is dat leuk. Zeg, kindje, wou je uitgaan? Ik had een paar boodschappen, maar dat heeft geen haast. Ik wou ook nog even naar de naaister. Weet u, vadertje Langbeen heeft me een snoezige avondjurk gestuurd. En die moet ik vanavond op het feestje aan hebben. Maar er moet nog een kleinigheidje aan veranderd worden. Zo, zo. Waar zijn Doris en Inda? Die zijn uit. Uit? Maar om 1:00 of 3:00 zijn ze toch wel terug? Oh ja, vast wel. Hoezo? Nou, om 3:00 zie ik ze tenminste ook nog eens. En laat me je nu eens bekijken, kindje. Oei, nou, een hele jonge dame geworden. Ja, naar uw zin. Dat heb ik nou allemaal te danken aan vadertje Langbeen. Probeert u, deze maand heeft hij mijn zakgeld verhoogd. Hoe dat zo, kindje? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Oh, vertel eens, kun je het nog wel vinden met de meisjes hier? Ach, eerst was het wel een beetje zo-zo, la-la. Maar nu kunnen we het best met elkaar vinden. En weet u waarom? Omdat ik geen katoenen jurken meer draag. Ach, het leven is niet moeilijk als je goed gekleed bent. Dat heb ik al geleerd. Oh, tegenwoordig draag ik alleen zijde. Alleen zijde. Zelfs zijde nachtponnen. Vertelt u dat maar aan mevrouw Lippens als u haar spreekt. Oh, als je daarmee gelukkig kan maken. Ja. Hoe zou ze toch aan mijn naam gekomen zijn? Ja, kindje, dat weet ik niet. Judy heeft ze natuurlijk op de een of andere grafsteen gelezen. En Alders? Op de eerste bladzijde van het telefoonboek. Judy, je bent maar eentje. Vertel eens even, met wie ga jij vanavond dansen? Met niemand. Ik ga niet dansen. Waarom niet? Omdat ik het niet kan. Ik heb nog nooit gedanst. Onzin. Elk meisje kan dansen. Hallo, Judy. Ach, mevrouw Van Deden, prettig om u weer eens te zien. Dag, mevrouw. Zeg, zijn mama en Albert er nog niet? Die kunnen toch niet lang meer wegblijven? Nou, fik, gedrag je netjes. Zeg, hoe vind je dat?
We horen nog geen uur geleden dat ze vanmiddag hier komen. Zeg, de studeerkamer is toch wel toonbaar? Hemeltje, wat een bende. Nou zeg, je had ook wel eens wat mogen opruimen. Ik doe niet anders dan opruimen. Doen jullie ook maar eens wat? Ik vind het verschrikkelijk dat ze ons overvallen. Stel je voor, ik moet nog naar de kapper. En ik moet me nog laten manicuren. We kunnen toch niet als struikrovers op de vuif komen? Oom Albert zal wel een keurige indruk van ons krijgen. Als we het hemelsnaam maar klaar zijn voordat ze komen. Ik zal ze in de hal opwachten en zo lang mogelijk aan de praat houden. Oh, dank u wel, mevrouw Van Deden. Ik moet nog even naar de meester, ik kom direct terug. Ja. Tot ziens. Meteen meehelpen hoor. Mama komt onverwacht met oom Albert en dit is hier een heidense bende. Ze heeft de vorige keer ook al zo gemopperd. Ook goedemiddag. Jullie al ontvangen? Oh, natuurlijk, mevrouw Van Deden. Daar, daar is. Dag, mama. Waar is oom Albert? Die zou toch meekomen? Oh, die komt direct. Die is nog even wat gaan halen. Kijk, daar hebben we de donkers ook. Hoe maakt u het, mevrouw? Dag, Ina. Dag, mevrouw. Mama, is vandaag niet alles keurig en kan? Nou, in ieder geval een heleboel beter dan de vorige keer. Wie was dat meisje dat ik je toen ontmoet heb? Judy Albers. Albers, Albers. Ik ken die naam niet, wat zijn het voor mensen? Oh, het is een heel aardig meisje. Ja, dat twijfel ik niet aan, maar ik zou toch wel iets willen weten van haar familie. Weten jullie daar niets van? Nee, uit zichzelf spreekt jullie er eigenlijk nooit over. We hebben wel eens gevist, maar dan zegt ze altijd dat ze afstand van de vliegen nog. Denkt u mevrouw niet kwalijk, ik kon het heus niet helpen. Die hond, die... Nou, het hindert toch niks. Het is in ieder geval beter dat die mooie japon op de grond is gevallen. U valt er nogal sportief op. Nou, het is niet de waard. Vispullen? Ja. Pas gekregen? Vanmorgen. Ja, vanmorgen. Ik was zo bang dat zo kreukelde, ik heb maar zo losjes in de doos gedaan. Oh, ik vind hem bindig. Nou, dat doet me erg veel plezier. Hoe meent u? Nou, omdat, ja, het is niet zo makkelijk. Staat u zeker goed, hè? Enig. Eigenlijk zijn? Of van Woudenberg? Oh, misschien die beroemde oom Albert van haar? Met die van Wist. Oh, ik had me heel anders voorgesteld. Nou, hoe dan? Nou, een beetje meer, ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje meer oom. Oh. Ja, een oom, dat is voor mij iets waardigs, meer van de, van zo, oh. Hè? Hm. Of zo, of zo, hè? Nou, dan zal ik een beetje waardiger zijn. Ja, maar een beetje is niet genoeg. Nee. Weet u waar u zijn moet? Ja, dat weet ik, ja. Nou, amuseert u zich dan maar. Goed. Dag. Dag. Oh, oom Albert. Zo, nichtje. Wat heb je allemaal meegebracht? Kijk maar eens. De weledige strenge zeegeleerde heer meester dokter van Woudenberg in bloemen en confituren. Hoe maakt u het, mevrouw Van Deden? Goed, dank u. Mag ik even voorstellen, mijn kamer?